zeggen. Dat zijn de zoon, hoor. Zo voor de camera, staat er boven. Ja, dat is een mooie man. Soms loslaten, soms weer in je vastbijten en dan weer even een weekje. Volgens mij heb je er zelfs nog niet aan gewerkt, hoor. Wat? En je hebt er ook een weekje niet aan gewerkt, hoor. Ja, ja. Ja, precies. Okay. Nou ja, langzamerhand, nou ja, toch genoeg afwisseling. Genoeg afwisseling. Nou ja, het is een beetje experimenteren soms, zoals met de gele kleur. Dat dan iets te veel afleiden van de bovenkant. Ik vind het een mooi midden tussen de diepte die ontstaan is in het schilderij, in het landschap. En dat het dus bijvoorbeeld dit ook van afstand, ik zal het even van afstand houden, ook ervoor zorgt dat het best wel groot is, wijd is. Want het lijkt bijna een soort, ja, landtong in ieder geval in water. En het was, en het zit heel mooi tussen het geabstraheren en het, het suggereren van wijsheid in. En daar helemaal je eigen vertaling bij elk stuk inzoeken. Nou ja, soms nogmaals, dan zit je heel eventjes met het geel, of dat iets te zwaar is. En je hebt aan het eind toch nog aangedurfd om hier een geel stukje bovenin te zetten. Nou, prima. Sterk schilderij. Alleen ja, nu inderdaad ook even durven laten staan, want je zult waarschijnlijk, als je vanmiddag ernaar kijkt of volgende week, zul je misschien weer even een stukje zien. Ja, dat weet ik niet. Hè? Ja, kijk. Ja, zie je, daar hebben we het al. Dit stukje. Ja, daar hebben we het al. Dat is te veel eenkleuring. Ja, maar stel voor dat je dit nou ook weer op de structuurmanier oplost. Dan wordt het niks. Ja, dan krijg je veel te veel allerlei dingetjes. Hij moet rust hebben. Ja, dat vind maar ik. Maar dat is, daar kan wel een ander tint blauw op doen. Ja, maar niet de komende week doen. Nee, nee, maar ik neem het mee naar huis. Kijk, dat heb ik nog altijd. Deze. De grote. Nou ja, goed, dat is een beetje prachtig natuurlijk, die foto. Het verhaal van. Eigenlijk moet het best wel groot opgelost worden. Aan het eind had je even die grote kwast en in het begin trouwens ook. Maar in het midden zat je op een gegeven moment toch met te veel die fijne kwast weer allerlei structuurtjes. Van daar zit een takje, nou niet helemaal dat, maar wel een beetje. En daar zit nog een leuk krolletje, modder en weet ik wat. Terwijl je het eigenlijk moet suggereren in plaats van dat je het allemaal met de fijne kwast wil oplossen. Ja. Nou, dan kun je het best eventjes misschien loslaten door het op de kop te zetten of op een andere manier te benaderen zoals nu zo op de zijkant. Nou, ik zou hier een beetje een soort studietje van maken, wat je zelf nou ja, ook al zei, ik heb heel veel foto's van structuren. Nou ja, probeer dat dus op verschillende manieren op te lossen. En dan met name groot denken. En nogmaals suggereer, wordt die golf, als je golven schildert, wordt die modder of die strijd van licht ten opzichte van het donker, ja, wordt die strijd of zo? Ja, het zijn hele grote woorden voor een stukje modder, maar ik hou van een stukje dramatiek. Ja, dat is levensgevaarlijk, hè? Ja, precies. Dus ik ga deze innerlijke strijd even doorzetten met deze hond. wat je een beetje. Kaya. Kaya? Ja, wat je een beetje hebt is dat die hond nog steeds aan de bovenkant wat smal is. Toch? Ja. Kijk, is ook. De wolf van achter een recht afgevlakt heeft een beetje. Ja. Nou, dit was een voorbeeld, zeg maar. Je ziet gewoon dat je eigenlijk dit vergeet. Dit stukje. En daar werd je wel even op gewezen, maar dan doe je het niet. Nee, dan doe je het toch weer niet. Maar dit is het karakter. Gewoon breed en dan smal. En dan krijg je die kop van Mondo. Dat lijkt echt een forse kop om mee te pakken. Terwijl bij jou glijdt die weg in. Omdat hij gewoon dus geen hout vast heeft. Maar misschien kun je die lijnen dan wel even opzetten voor de dan. Die breedte van die kop. Ja, dat doet ze thuis wel. Dan heb je wel. Heel grappig, hier zit iets. wat sommige mensen zelfs een portretteken schilderen ook niet doen, dan zetten ze niet die neus zeg maar, helemaal aan de kant als zo'n portret is. Maar dan willen ze die naar je toe keren. En op een of andere manier doe je twee keer, doe je die kop toch te smal. Dus kennelijk wil je die herdershond naar jouw manier vertalen. En daar zit volgens mij het punt. Want het was echt heel duidelijk dat je het eigenlijk wel zag. En nou zie je het weer. Heb je een hond die er een beetje op leek dan op zo'n smalle beest? Want het lijkt wel op zo'n haagse windhond een beetje. Ja,
Nee, gek, dat is geen hazes. Nee. Het is een slanke herdershond. Ja, wel heel slanke. Ja, dat is een jong meisje. Met weinig wijzen inhoud. Heb je iets met weinig wijzen inhoud? Nou, nee, maar hij moet weer weg. We moeten een andere wacht weg. Nee, goed, maar dat pas je dus nog. Ja. Dat kan toch nog? Je hebt alle gelegenheid om het aan te passen. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe je, dus wat ik tegen jou zei, kunt suggereren. Even dan. Maar je hebt totaal niet het trucje gedaan, want het wordt een beetje een trucje als je precies mij nadoet. Ja. Maar je hebt wel even naar gekeken, maar verder. Ja, maar ik heb het helemaal niet gezien, want ik hoorde dat jullie vorige week een schilderij, een zee gemaakt hebben. Ja, dat is die dus. Ja, die. Ja, daar zit hier veel meer karakter in. Kijk, dat is een beetje van hoe het zogenaamd hoort, zeg maar. Ja, precies. En hier zit jij in. Eigenheid. Ja, heel mooi. Eigenheid. Ook de kleuren prachtig. Heel mooi hoor, stil. Hij is echt mooi. Eigenheid. En wat je nog een beetje had, was die golf dat die nou, niet op het strand nog als branding terecht kwam. Maar dat heb je ook prima opgelost. Ja. Ja, prachtig schilderij. Beetje wat ik al zei, turnerachtig, een beetje vervagen, een beetje dat mystieke zit erin. Nee, de turner zit daar. Nee, ja. Natuurlijk, dat is nog meer vervagend. Maar dat toetserige, dat experimenteren. En het is ook gewoon één golf geworden. Ja. Lekker, laat dat. Daar zou ik wel in willen surfen hoor. Ja? Oké, je surfen dan? Ik heb het vroeger gedaan, helemaal van nee. Ik heb het één keer gedaan, op waterfiets, achter de waterfiets. Ik bedoel, achter zo'n waterfiets. Is het olie, hè? Nee. Nou, ik vind het wel een spannend. Je hebt zelfs ondertekend. Goed zo, inderdaad. Dan is je klaar, zeg eens, hè? Ja, het moeilijke van zoiets als dit is omdat je best wel in groepjes werkt om het te verbinden. Maar dat doe je nou, vind ik wel. Ja. Ja, heel subtiel. Zoals dat oranje heb je hier een beetje heen getrokken, waardoor dit en dat al wat meer logisch zich met dit verbindt. Een S-lijn. Ja, ik zou er niet zoveel mee doen. Nee. Maar dat heb je ook waarschijnlijk niet in de bedoeling, omdat je er een handtekening moet maken. Nou, nee. Want ik pak hem soms zomaar weer en dan begin ik weer. Ja, wat vind je nou zelf van dan? Nou, dat stukje, aan die kant, dat vind ik nog te rommelig. Ik heb het idee dat er nog wat vervlakking in moet. Ja, het kan. Je kunt alle kanten nog op. Maar op zich, wat ik knap vind van zo'n heel breed stuk, en toch al die individuele ingrediënten, ook bijvoorbeeld zo'n stukje als dit, zou je normaal gesproken zeggen, ja, verbind dat wat meer met de ondergrond, want het is eigenlijk een beetje een soort slier. Maar ja, het is wel spannend, want het past wel in het totaal of zo. De wolken los je eigenlijk ook op die manier op. Het zijn niet echt consequente wolken onder het donker en er boven toe licht. Het zijn meer vlekken geworden, dat doe je overal. Dus ik vind het wel een lekker schrikje. Ik ook hoor, je moet er niet zoveel meer aan doen. Eigenlijk helemaal niks meer. En dit kan best wel. Ja. Maar stel voor dat je dit ook weer wat zwaarder gaat uitspellen. Nou, zoals bepaalde stukjes hier, dan krijg je alweer zo'n strijd. En nu lost dit heel mooi op. En trek je als eerste hier een beetje heen en dan dwaal je langzaam om het verder over te schilderen. Oké, en dat rechter landschap komt ook weer een beetje links eruit. Die rieten. Deze en die. Ja, in die zin houdt het elkaar mooi een beetje gevangen. Dus voor later? Ja, later. Ik vind het wel leuk om in deze stijl dan meer te zien ofzo. Ik denk van waar zit wat je gaat onderzoeken? Oh zo, En dan met dus dat soort losse elementen wat je altijd al een beetje hebt. Maar je doet die wel uitspraken. Normaal gesproken heb je ook als dat je het landschap helemaal wegveegt. Dat het gewoon één vaagheid wordt. Maar je durft nu wel dingen uit te spreken op qua kleur. Nou, deze Jans. Mooi. Ja. Mooi, voldoende. Moet nog laag over hè? Hier moet nog laag over. Dit bovenste gedeelte dat is prachtig, ook hoe het waterige zonnetje is geschilderd. Het strijdt nog een beetje onder met allemaal losse elementen. Wat daar dus qua compositie goed is, bij die van Hilda. Het zit hier nog een beetje, ik denk bijvoorbeeld zo'n streek als dit, zou ze eigenlijk nog even met het landschap moeten verbinden. Snap je wat ik bedoel? Het is nog net iets te veel. Rommelig. Ja, er gebeuren nog wat te veel dingen die zich niet compositorisch verbinden met een vlak. Mm-hmm. En dan kan je ook nog eens een keer zo'n spel van allemaal losse bosjes op de voorgrond die allemaal in beeld willen. Ik mis een beetje de frisheid die Jans altijd heeft. De frisheid van Jans. Van de kleur. De frisheid van de kleur, ja. Het is een beetje modder. En een beetje vies kleurtje gebruikt.
hartstikke mooi schilderij. Ja, hoor. Ja, geweldig. Helemaal jouw stijl. Ik vind die zon helemaal mooi. Ja, die is ook helemaal mooi. Zie je toch? Die zon is helemaal goed. Op het papiertje. Met dank aan Hilda. Tot lang erbij. Die zon heb ik even gedaan. Dus kijk wat mooi stuk. Ja, 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 precies. Dat is mooi. Ja, maar je ziet hoe je dan je ook verliest in al die dingen hieronder. Ja, ja. Stel dat je gewoon de compositie ietsjes meer basic houdt, dan wordt de boodschap veel helder. En de kleuren zijn lekker fijn. Ja, hetzelfde geldt voor andere stukken hoor. Want hier valt ook eigenlijk wel weer een mooi geabstraheerd werk uit te maken. Nou, niet helemaal. Sorry. Nee. Ja. Nee. Het enige mooie stukje is dit. En het allermooiste stukje is eigenlijk die zon. Ja, ja. Ja, die zon, hè? Zie je? Het komt helemaal goed. Met, Ja hoor, hij is toch niet klaar, Jan. Geeft niks. Deze. Ja. Nou. Die. Hè? Hoe vind je? Ja, van Henny. Ja, wat vind je ervan? Ja, ik vind dat witte er allemaal niet mooi. Ik weet niet hoe dat moet. Oh, daar ben ik juist zo blij mee. Ja? Ja, rust geeft het, ja. Maar wat, jij zou er wat zwaarder kleuren in willen hebben. Zeg je? Jij zou er wat zwaarders onder willen hebben. Ik weet niet wat maar ik vind een beetje. Ik vind die achtergrond ook niet zo. Maar ja. Ja, ik vind het. Sorry voor het woord, in alle. Want er zitten ook wel lullige stukjes in. Ja, omdat het net niet helemaal klopt, zeg maar, de ovale, maar omdat je dat overal weer doet. En nou ja, nogmaals, Cézanne, die zit ook lekker in zijn kopjes af en toe die ovale niet te laten kloppen. Ja, vind ik het wel weer krachtig. Ook omdat je toch een hele eigen manier van kleurmengen hebt. Het gaat allemaal wat richting die lichten. Je mengt graag wit overal doorheen. Behalve die kopjes trouwens, die heb je dit keer ook wel zwaar durven laten. Maar met name die achtergrond heb je een beetje jouw eigen typische pastelachtige kleuren. Ik vind het mooi dat het staat. Ja, en dan krijg je een beetje waar Morandi ook mee bezig is. Ja, misschien moet die lulligheid wel gaan onderzoeken. Dat je die ovaal nog meer naar je toe klapt. Nou ja, bijvoorbeeld dat je nog meer in het kopje dat het gewoon. Want dat zit een beetje die ovaal. Daar zit iets wat nog. Bijvoorbeeld hier is dit best wel scherp ten opzichte van hier die ronding. Je ziet dat je niet precies het helemaal wil naschilderen, toch? Je wil ook wel een beetje vrij benaderen. Ja. Of niet? Het kan niet zo best, vind ik, met dit soort voorwerpen. Het realistisch benadert niet. Ik ben heel misselijk op mijn moeder. Hé joh, we zijn net te besproken. Ja, sorry. Nee, maar goed. Je zult net zoals bijvoorbeeld bij eigenlijk iedereen wel, je zult op een gegeven moment een beetje van, ja, wat wil ik eigenlijk onderzoeken? En wat mij betreft, als je richting realisme gaat, moet je die ovalen gewoon goed hebben. Die moeten dan gewoon kloppen. Ja, ja, ja. Wil je richting wat meer expressie, mag het maar nog wel meer expressionistisch geschilderd worden. Ga dan spelen met het gegeven dat het gewoon niet klopt. Oh, ja, ja, ja. Dus dat soort dingen. Maar ja, wat klopt dan niet? Dat vind ik heel moeilijk. Nou, bijvoorbeeld dit is een ovaal die niet goed doorloopt. Zoals ik het voor heb gedaan, hoort die ovaal, hoort gewoon een mooie ovaal te zijn. Die hoort gewoon te kloppen. Als je realistisch werkt. Hier, deze ovaal, maar die is prachtig juist, omdat die dus hier wat hoekig is en hier een beetje, dat die dus niet helemaal klopt. Ja. Alleen, het kan nog wat consequenter niet kloppen, waardoor jouw uitspraak van mensen, het gaat niet over dat het klopt, het gaat erover dat ik ermee speel met het gegeven, ovalen en een stil leven en je kijkt enzovoort. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dan kom je bij, nou dan is het laatste. Maar goed, dit is dan wel heel erg... Ja, dit is nog meer een zoektocht naar de essentie van stil leven en naar versimpeling. Nou, dan ga je helemaal stoeien met beeldelementen die... Ja, ook zo'n tafeltje, dat wordt natuurlijk aan alle kanten, en dan wordt het decoratief, dan wordt het een patroon. Niks? Nou, helemaal niks, weet ik niet. Maar wat? Het doet me niks. Apart? Het doet me niks. Maar het is de versimpeling, het is het decoratief onderzoek, het is wel duidelijk waar het over gaat. Ja. Ja, dan, ja, maar ja. Wat moeten we met allemaal dit? Ja, het gaat nou ook allemaal mee naar huis en komt ergens op zolder te staan, misschien. Dat is inderdaad een goede, ja. Dank je wel. Nou, expositie houden, Jan. Maar ja, nee, maar dan ben ik wel bezig. Ja? Met voor de onszelf, onze creativiteit. Ja, maar dat ga ik wel. Het geeft een heerlijk helder. Geeft ze eruit. Ja. Wanneer ga je dat doen? In het voorjaar zomer. Okay. Alleen bij het voornemen kreeg ik onderzocht en daar is het toch €1000 per maand. Ik heb het pand eventueel in Veenhuizen, wat ik dan, nou dat valt dan nog wel mee, dat is 225 en als je het met 2 of 3 man doet, dan heb je best wel een grote ruimte enzovoort. Ja. Maar ik zit zelfs aan te denken om het in de zomer misschien zelfs wel op boerderij Kamps te doen en dan die ruimte daarin te gebruiken.
En wat ik ook verplaatst, daar een tent, zo'n hele mooie grote tent erachter in de eilanden. En dat kan gecombineerd worden met dus bijvoorbeeld bij de cursisten allemaal zo'n ding doen. Dat is leuk, ja. En vul dat maar. Ja. En naast dus schilderijen. Dus dat wordt een hele combinatie. Want gisteren zei iemand al van, ja, hoe wil je dat dan beveiligen als al die schilderijen erin hangen? Beveiligen? Ja, ja. Ja, die van Olaf? Wacht lopen. Ja. Die van Jan. Een echte Jans. Denk je dat ze gejat worden? Onder de brand niet maar. Maar goed, dus dat gaat nog allemaal een beetje die kant op. Wat wil je ermee? Ik denk dat het uiteindelijk gaat over, sowieso voor jezelf, dat moet kennelijk iets uit. De ene gaat dansen, de andere gaat schilderen. Uiteindelijk gaat het bij de meeste toch om ook een stukje communicatie. Want ik wil wel eventjes iets laten zien aan mensen. Nou, bij sommigen gaat het over, ja, kijk mijn spierballen eens, want ik kan ontzettend goed naschilderen. En dat kun jij lekker niet. Nou, boel mensen trappen wat mij betreft in dat dingetje van zo, dat is knap, kan ik niet. Maar gaat het om, misschien dat je wel iets meer wil vertellen over juist dat je kunt spelen. Of dat je dat spel zo leuk vindt. En dan denk je van, man, waarom zitten jullie allemaal zo strak? Nou, dan kom je bijvoorbeeld bij deze man terecht. En hoe meer je dus uit het oordeel komt, ook voor jezelf dat het ergens op moet lijken per se, het spel, nou, hoe leuker het eigenlijk wordt. Want en dan komt het één op één van mij met leven te staan. Want volgens mij is het ook gewoon leuk om vanmiddag niet helemaal al vol te hebben gepland. Maar ook maar af te wachten wat overkomt. Maar ja, dat is spelen, dat is een schilderen. Ja, je komt denk ik toch dingen tegen in je schilderijen die je ook in het leven tegenkomt. En, wat jij laat zien, Johan, dat is allemaal zo kleurloos. Voor mij dan. Ja, ja. Dit. Ja, ja, dat is een beetje strak. Al die dingen. Dat hebben we straks. Ja, dat vind je niks. Nee. Dat is niks, hè? Nee. Ja, ik vind het leuk. Ja, het is leuk. Je zegt het met recht. Het is leuk. Leuk om te zien. Ik zag van de week op de televisie ook weer een hele expositie van wie ben ik meer. Oh, dat ging over Picasso van Jeroen van Beek. Ja. Nou, daar kreeg je ook allerlei abstracte dingen te zien. En even van, nou jongens. Ja, gewoon. Ik heb ook wel de armoede en de ellende gezien. Die rare kop en de zijkant en dat. En toen heb ik het dus een keer een tekening gemaakt. En toen was het best leuk. Ja. Gewoon tekening. Toen dacht ik van, ja, zo, ik begon met tekenen. Met hele grote bloemen en het werden allemaal gezichten. Als je dan eigenlijk was dat ook zo. Ja. Kan dat? Ja. Maar je krijgt nu wel het inzicht waarschijnlijk in hoe Picasso tot zijn werk kwam. En dan wordt het een stuk interessanter toch, dat abstracte. Ja, dat is